Ik wil beginnen, heren, met een vraag. Dan begin ik bij u. Wat denkt u dat de belangrijkste trends voor 2011 gaan worden? De belangrijkste trends is denk ik groei, voortgaande groei. De afgelopen jaar is de groei wat minder geweest dan de voorafgaande jaren. Maar alles wijst erop dat we in 2011 weer dubbele groeicijfers zullen gaan krijgen. Dat is één. Groeicijfers als het gaat om het aantal consumenten dat online winkelt in de tweede plaats. Ook groei in het aantal bedrijven dat hiermee aan de slag gaat. Als je kijkt naar thuiswinkel.org, dan zie je dat er per dag komen er 2 à 3 lidmaatschappen aanvragen binnen van nieuwe bedrijven. Dus de komende jaren is de grote trend blijft groei. Naast het feit dat allerlei bedrijven die nu alleen nog maar in bricks opereren, in de toekomst ook in kliks gaan opereren. Dus je ziet steeds meer bedrijven die zowel het een als het ander gaan doen. Ja, dankjewel. Nou, ik denk, ik ben het helemaal mee eens met groei. Ik ben ook eens met dat juist de winkel, de traditionele winkel, absoluut online moet gaan. Ze moeten een combinatie voor hebben. Waarschijnlijk niet zo per se echt te verkopen online, maar echt aanwezig zijn online. Ook klanten dan op die manier binnen in de winkel trekken. Ik zie een heel grote tendens in dat de social media heel groot wordt. Dat je vrienden meer vertrouwt dan Google. En dat zien wij heel groot. En onze grote klanten vragen daar heel veel van. En we zien ook succes. Dat ze dan op die manier ook meer omzet maakt in zijn winkel. Online winkel. Voor het komende jaar. We zagen ook in de afgelopen jaren in het online kanaal. En we meten dat wereldwijd. Omdat we wereldwijd content uitleveren. Zagen we ook een hele grote groei. Zo rond de 70%. We zien wel een verschuiving. E-commerce in Azië wordt relatief steeds belangrijker. De meeste internetters zitten nu in China. Dat wil niet zeggen dat daar ook de meeste e-commerce is. En zeker niet relatief. Het inkomen is nog niet zo hoog. Maar ja, je ziet dat China natuurlijk, Japan is gepasseerd als tweede economie. Wordt steeds belangrijker. Een deel van e-commerce, en ik denk dat het ook een deel is wat thuiswinkel.org niet zo goed meet. Heeft te maken ook met de downloads. Software, muziek, content, diensten. Deels diensten misschien wel. Maar die componenten worden in e-commerce ook steeds belangrijker. En zijn veel minder aan grenzen gebonden. Software die je hier produceert kun je ook uitleveren in Amerika of China. En voor content en diensten geldt dat ook. Dus dat is een verschuiving van de economie, een verandering ook van e-commerce. En het is ook goed om daarover na te denken. Niet te denken van ja, gisteren verkochten we speelgoed, laten we morgen ook speelgoed verkopen. Er zijn misschien andere kansen in deze markt. De trends voor 2011, zoals ik die zie en onder andere ook heb meegekregen aan mijn bezoek in New York aan het begin van deze maand aan de grootste retail show in de Verenigde Staten. En daar kwamen twee duidelijke trends naar voren. Eén is dat wat we al jaren zeggen, gaat nu ook echt gebeuren. Namelijk dat mobiel en mobiel kopen op internet, hè, dat we daar een start mee gaan maken. Laten we niet zeggen dat het dit jaar al fors gaat gebeuren, maar we gaan er een start mee maken. De basis voor mobiel verkopen is nu neergelegd door de consumenten die massaal en aan de mobiele apparaten gaat. Dus mobieltjes tot en met tablets en gaan zo maar door. Dat zul je allemaal dit jaar zien doorbreken. En dat betekent dat de webwinkels daarop zullen reageren. En daadwerkelijk ook met applicaties en met nieuwe webwinkels en nieuwe webomgevingen zullen komen. Dat is één. En de tweede trend die ik heb opgehaald, daar was toch wel de trend dat social commerce in 2011 ook aan de beginfase staat van doorbreken. En social commerce betekent zoveel als dat je de sociale netwerken gaat gebruiken om te beginnen met het trekken van aandacht, het trekken van aangaan van klantenrelaties. Het laten zien waar je bent en waar je voor staat. Dat is een eerste start. En in de Verenigde Staten zien we er al wat genoemd wordt F-commerce, Facebook-commerce, zie je al van de grond afkomen. Nou, in Nederland zal het iets, lopen we daar denk ik een jaar of 2 jaar achter. Dus dat zal iets langzamer gaan. Maar ook daar wordt de basis in 2011 geplaveid om die trend door te zetten. Op basis waarvan we in de komende jaren verdere groei en nieuwe ontwikkelingen mogen verwachten.
Oké, ik hoor een aantal zaken. E-commerce blijft groeien, zowel in Nederland als internationaal. E-commerce blijft belangrijk. Als je eigenlijk nu niet op de band zit, dan heb je een probleem. Contentdiensten worden belangrijker. En natuurlijk mobiel en social commerce. Misschien om met de eerste stelling te beginnen, meneer Nijpels. Hoe lang gaat die groei nog door? Ik bedoel, ik geloof vorig jaar 15%, dit jaar weer een double-digit cijfer. Het kan niet eeuwig doorgaan. Ja, het kan wel eeuwig doorgaan, want zolang er nog mensen zijn die nog niet online kopen, gaat dat nog door. De helft van Nederland koopt nu online, dus we hebben de andere helft hebben we nog te winnen, even los van de kinderen onder de 10 jaar. Dus ik ben ervan overtuigd dat voorlopig nog doorgaat. Wat ook verder natuurlijk gaat toenemen, is dat het aantal verkopen per consument gaat toenemen. Nu zijn er een aantal die cijfers zijn bekend. Die kopen een beperkt aantal producten, maar dat zal zich steeds verder gaan uitbreiden. En ik wijs nog op een andere ontwikkeling. De ontvolking van delen van Nederland betekent dat winkels gaan verdwijnen. En dat betekent dat e-commerce daar ook in het kader van die hele ontvolking van het platteland ook een heel belangrijke rol gaat spelen. Dus wat dat betreft zijn de vooruitzichten ook voor de lange termijn zijn buitengewoon positief. Zijn daar andere gedachten over, meningen? Ja, ik denk ook dat de online winkel is heel belangrijk. Er komt een heel grote shake-out. De shake-out is dat wordt nu anders op het internet gehandeld. De winkel wordt meer gebruikt voor te kijken, te voelen met de handen en dan later de beslissing nemen, het huis. De winkel wordt meer als Apple doet, als een brand. De brand wordt neergezet en dat brand wordt ook meer neergezet online. En de brand bewaken online was as belangrijk als de brand ontwaken in de gewone media. En daarom is de brand online moet beter kunnen presteren en je moet meer controle krijgen over je eigen brand online. In Amerika, waar wij 40% van onze omzet heeft, zien we dat heel, heel groot. En wat ook Martijn zegt, de content wordt de king. Content moet beheren de content en zorgen dat jouw content en je eigen brand echt goed staat online en ook in de winkel. En de hele supply chain wordt anders. So de supplies in de winkel wordt minder en de grotere voorraden en meer producten wordt beschikbaar via een klik. En dat wordt meer efficiënt, als je dat zo werkt, dan heb je veel betere omzet, je kan grotere omzet maken en veel meer impulskoop toch realiseren in de winkel. Gaat die groei eeuwig door van online retail? Nee, absoluut niet. Zeker niet als het gaat om producten. En als je kijkt naar sectoren die er heel vroeg bij waren, dan zie je al dat de groei marginaal is geworden. Dus als je kijkt naar IT, hardware, computers enzovoort, bijvoorbeeld zakelijke e-commerce, dat is al voor het overgrote deel online. Dus er is niet zoveel meer te verschuiven. Dus het beweegt gewoon mee met de normale cycli van de economie. En dat gebeurt straks ook met de andere e-tail segmenten. En dat is heel logisch. Misschien in een jaar of 10. En dan is het over de hele online productenverkoop, fysieke productenverkoop, is het uitgewerkt. Maar de economie verschuift. Hè. We zijn al meer natuurlijk al sinds jaar en dag een diensteneconomie. En er is door economen voorspeld dat we rond het jaar 2050 in het Westen een informatie-economie zijn. Meer waarde van het bruto nationaal product wordt geproduceerd door content. Inderdaad, content is king, software, virtuele informatiediensten. En we kunnen ons nog bijna niet voorstellen welke waarde mensen gaan toekennen aan misschien sociale belevenissen online, waar we nu van zeggen, ja, dat is me echt niks waard. Dus er gaan nieuwe dingen gebeuren. Ja, ik denk dat Martijn er helemaal gelijk in heeft. Ik denk dat de groei van de online winkelen de komende 10 jaar nog wel door gaat zetten. Maar uiteindelijk maken wij gewoon onderdeel uit natuurlijk van de economie. En zullen wij ook daarin economische wetten gaan volgen en gaan ervaren. Ook ik denk dat met de integratie van bijvoorbeeld een tv, internet, mobiel, dat we hele nieuwe diensten gaan ontwikkelen, dat we hele nieuwe segmenten gaan ontwikkelen, nieuwe belevenissen voor consumenten die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Denk maar aan het feit dat we 15 jaar geleden niet konden bedenken dat we uit de muur geld zouden gaan halen. Nou, wie had op de hemelsnaam in zijn hoofd gehaald dat we dat ooit zouden gaan doen? Was je toch wel helemaal
onpersoonlijk, dat kan helemaal niet. Nou, ik denk dat er hele nieuwe belevenissen en ervaringen voor consumenten ons te wachten staan in de komende 10 jaar. Als je zult zien dat die integratie tussen tv, mobiel en internet daadwerkelijk ook inhoudelijk qua content ook vorm gaat krijgen. En dat zal die enorme drijfveer betekenen voor online actief zijn, voor online ervaringen, voor online belevenissen. En daar maakt online kopen gewoon onderdeel van uit. Daarop inspelend. Gisteren bekend geworden, It's sluit haar winkels. Faillissement, de zoveelste in een rij. Ook de reisbranche, de fysieke retailer heeft het moeilijk. In hoeverre lijken het op dit moment twee businessmodellen te ontstaan? Of je bent een online pure player of je bent een multi-channel player. Hebben jullie ideeën van welk businessmodel zal het nou, en dat verschilt natuurlijk per branche, maar generiek, welk businessmodel zal het nou de meeste markt gaan pakken? Nou, op de eerste plaats denk ik dat het gevaarlijk is om dit faillissement aan te grijpen om algemene conclusies te trekken. Je weet niet wat er precies aan de hand is. Het wil niet zeggen dat multi-channel hiermee achterhaald is. Ik denk dat multi-channel, zich steeds, en je hebt dat ook al gezegd, dat gaat zich steeds meer voordoen. Mensen willen toch producten zien, kijken, ruiken en voelen en vervolgens online een aankoop doen. Dus ik ben ervan overtuigd dat de multi-channel beweging doorgaat. We hebben vorig jaar hadden we een congres, de Europese Summit van e-commerce bedrijven. En daar trokken mensen van de hele wereld langs. Daar bleek dat ook de grote merken die tot nu toe nog niet online zijn gegaan, dat die stuk voor stuk er niet aan ontkomen. Ook die topmerken die je in de grote winkelstraten ziet, in de grote wereldsteden, dat die stuk voor stuk ook allemaal online gaan. Dus die ontwikkeling gaat voorlopig gewoon door. Je kunt het en in de shop komen bekijken en je kunt het vervolgens online bestellen en andersom. Ja, absoluut. Ik denk niet dat het de ene of de andere winnaar zijn. Dat is duidelijk die dat de winnaar zijn, dat is die dat de beide soort winkels kan runnen. Als je kijkt naar een bedrijf als IKEA, in Zweden ben ik Zweed, so dat gebruik ik heel vaak. Maar IKEA weet het nog steeds niet hoe ze dit gaan doen. Maar in Zweden en Nederland verkopen ze bepaalde productassortiment online. En een klein moedje moet je kunnen bestellen of bijbestellen of zo. Dat is heel belangrijk. Maar een heel kast, dat moet je wel kunnen bekijken. Zodat de combinatie daarvan, dat is de winnaar. En dat moet je goed in het spel hebben. En ik denk dat die verliezen wat nu gebeurt, dat is die dat niet goed dat spel kunnen optimaliseren. En de supply chain is een van de meest belangrijke in de hele spel hier. Dat je de supply chain korter en sneller en minder op voorraad krijgt. Dat is de hele spel daarachter ligt. En als dat spel goed gespeeld kan worden bij grote retailer, gaan ze ontzettend veel verdienen. Maar zeg je in feite dat de multi-channel retailer de oorlog gaat winnen ten opzichte van de pure players? Ja, ik denk niet dat het één pure player wordt. Ik denk dat de pure players kijken nu hoe ga ik mijn markt nog verder kunnen uitbreiden. Dell Computer heeft altijd verkocht direct. Maar ze hebben sinds 2 jaar een contract met Walmart. En ze verkopen nu ook via resellers. Op een gegeven moment is het plafond in dat alleen online bereikt. Dan moet je toch wel groeien. Waar alle bedrijven moeten groeien. Dat is toch de doelstelling. En dan kijken zij ook, zo de pure player, die kijken hoe kan ik nu bepaalde producten ook mensen laten zien. Hoe kan ik bepaalde producten afvalcentrums opzetten. Afhalen bij een Shell station of wat het nu ook is. Daar kijken zij heel naartoe. En die andere kant, die allemaal winkels in de straat heeft. Die kijken hoe kan ik nu de online inzetten voor mijn klant beter te bedienen. So dat is niet de ene of de andere. Dat is die winnaar zijn, dat die beide twee spellen kan goed spelen. En het eind van de rit is dat je kosten uit de supply chain kan nemen. Dat is heel belangrijk. Martijn? Doet deze het ook? Ja. Nou ja, Ed heeft gelijk. Je moet naar het specifieke geval kijken. Modern was wel een multi-channel player. Ze hadden ook een online activiteit. En ze hebben het niet gehaald. Maar er is iets anders aan de hand. Je hebt enerzijds dus de trend naar fysieke superstores, Mediamarkt Saturn. En dat is een trend die ook in Europa steeds meer op allerlei gebieden doorgang vindt. En anderzijds heb je natuurlijk de trend van de online superstores, die ook, zoals Amazon, miljoenen artikelen hebben. En ik denk dat modern met deze
concurrentie van beide kanten te maken heeft gehad. En dan speelt er een vertraagd effect van de crisis. De grote merken, de HP's, de Philips, de consumer electronic brands, sinds de crisis hebben ze ontdekt dat ze meer marge verdienen door hun online kanaal te helpen dan hun fysieke retailers, die ook aan het prijscrashen waren, te blijven subsidiëren. Dus de subsidiegelden, de marketing kickbacks van de grote merken zijn zich aan het verplaatsen naar online. Dus dat is eigenlijk het advertentie-marketingbudget. Dus dat is de andere pijler van de business case van fysieke retailers die minder wordt. De grote merken die dwingen ook hun traditionele retailers om online activiteiten te gaan opzetten. Dus fysieke retailers moeten voor hun overleving een multichannel strategie volgen. Het gaat om de grote. Want anders vallen hun marketingbudgetten, hun sponsoring, de sponsoring van de fabrikanten valt weg. En is te belangrijk voor hun business case. Dus fysieke retailers moeten multichannel zijn. En dan kunnen e-tailers kunnen kiezen afhankelijk van hun business model en hoe de business zich ontwikkelt. Of ze pure play blijven. Of er ook nog één shopje bij hebben. Of zoals Coolblue geleidelijk aan een keten van shops, fysieke shops, proberen te openen. Maar dat is een keuze. Wijnand, wil jij nog reageren? Ja, heel kort. Ik denk dat het faillissement van Modern, wat de webwinkel was van het impact retail keten, niks te maken heeft met de webwinkel zelf, CQ, met de multichannel benadering, met het multichannel model. Het heeft gewoon te maken met het feit dat iets met meer dan 100 winkels gewoon een zwakke marktpositie had in een middensegment waar inderdaad aan beide kanten getrokken wordt aan die consument. En daar onvoldoende antwoord op kan geven. Dus eigenlijk is het veel meer trendmatig voor het feit dat de retailer in de winkelstraat die niet anticipeert of onvoldoende anticipeert met zijn product-marktcombinatie, met zijn prijsstelling, et cetera, en die consument weet te benaderen, daar is het een teken van de tijd. Er zullen meer ketens gaan vallen, is mijn voorspelling in de komende jaren, die zich onvoldoende weten te onderscheiden in die markt. Want laten we wel wezen, ik weet ook uit de cijfers dat de webwinkel van It's, dus van Impact Retail Modern.nl, dat die zeer succesvol was, dat die op de goede koers lag, was een agressieve prijsspeler in de markt, overal terug te vinden en deed het buitengewoon gewoon goed. Ik geloof gewoon in een combinatie tussen enerzijds een situatie waar multichannel retail heel erg succesvol kan zijn, maar ik geloof ook in een situatie waar pure players, die de diepte van de markt zoeken, daarnaast ook heel succesvol kunnen zijn. En dus voor beide is volgens mijn gevoel een plaats in deze wereld van webwinkelen. Dankjewel. Vanochtend mailde je mij nog een aardige casus over hoe ver het juridische raamwerk bezig is met internet en e-commerce. Zou je daar... Ja, een hele leuke situatie deed zich, of een hele leuke, een zeer bedreigende situatie deed zich gisteren voor. Gisteren was er een rechtszaak bij de Raad van State, waarin de gemeente Apkoude een webwinkelier een zaak heeft aangespannen dat die webwinkelier niet van thuis uit zijn webwinkel mag runnen. Moet je je voorstellen, er zijn heel veel webwinkels in Nederland. Ik denk wel 20.000. Ik denk dat er 10.000 tot 15.000... Misschien een vraag, wie heeft hier een eigen webwinkel? Nou, je hebt hier van aantal mensen in de zaal. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat er wel 10.000 tot 15.000 webwinkels zijn die... Laten we even met alle eerbied voor het ondernemerschap zich tussen het hobbyisme en het papa-mama-achtige, dus zolderkamer, thuissituaties zich opereren. Nou, volgens deze uitspraak van de Raad van State is van cruciaal belang, want mag je van thuis uit een webwinkel runnen? De gemeente Apkoude zegt nee, dat mag niet, want je bent detailhandel en detailhandel mag niet in een woonwijk plaatsvinden. Dus gaan we naar een winkelstraat toe. Nou, daar heeft die thuiswinkelier natuurlijk helemaal niks te zoeken. Hij mag ook niet naar een bedrijventerrein, want ja, we willen natuurlijk geen detailhandel op een bedrijventerrein. Dus die webwinkelier die zit volkomen met de handen in het haar, weet niet waar hij naartoe moet. Nou, ik vind het te gek voor woorden. Vanavond in Pauwnet Nieuws zullen we daar ook wat over roepen en zeggen. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat dit kan gebeuren. Dat de regels zodanig worden geïnterpreteerd dat er geen ruimte is voor die webwinkelier. En laat evident zijn dat die uitspraak van de Raad van State natuurlijk voor webwinkeliers dus van eminent belang is. Wil iemand daarop reageren? Ja, niet zozeer op reageren, of aanvullen. Maar het is natuurlijk, wat Wijnand zegt, een buitengewoon ongezonde situatie. En het kan nog erger worden.
als het, dit kabinet een zin krijgt, dan wordt de ruimtecoördinatie wordt verder gedecentraliseerd. En dan trekt de overheid, de rechtsoverheid, de handen vanaf. Dan krijg je dus een willekeurig beleid in iedere provincie, ook in iedere gemeente. Dus met andere woorden, je zou eigenlijk moeten voorkomen dat dit soort situaties kan ontstaan. Dat een individuele gemeente dit kan uitmaken. En dat betekent eigenlijk dat een minister via een richtlijn dit soort onzinnige procedures in de kiem moet smoren. Ik weet niet speciaal hoe dat is in deze zaak, maar ik kan me wel voorstellen, leef ik in een... In Nederland wonen we best wel dicht bij elkaar. Een van de dichtst bevolkte landen in de wereld. Dus ik kan me voorstellen dat iemand een webwinkel runt in een straat. Met meerdere buren en iedere dag staat een vrachtwagen voor 12 meter daar. En ze verkoopt houten sauna of zoiets. Dat je behoorlijk overlast krijgt. En ik kan me niet voorstellen dat het in Nederland zo is dat je een catalogbedrijf open kan maken. Dan moet je ook naar een industrieterrein. Dan moet je kunnen vrachtauto's kunnen. En als je in een goederen in en uit heeft, dan moet je dat kunnen doen op een andere plek. Dat kan dan natuurlijk niet in een straat waar je mensen woont. So, ik weet deze situatie niet, maar ik kan me voorstellen dat het zoiets is. Dat je een bedrijf op de zolder begint. En men begint met een klein beetje. Er komt een pakketje per dag. En dan gaat het groter en groter worden. Op een gegeven moment zegt de buren, ja, die kan niet. Die kan mijn auto niet parkeren. So, dat kan ook zo zijn. Ik weet niet echt hoe dat zit in dit geval. Nou goed, daar wil ik nog even iets op zeggen. Dat, kijk, die situatie is natuurlijk niet anders dan andere vrije beroepsuitoefenaren die ook gewoon in woonwijken zitten. Je hebt toch gewoon huisartsen, je hebt fysiotherapeuten zitten in woonwijken. Ook daar komen massa's mensen gewoon naartoe. Nogmaals, ik zeg niet dat je een webwinkel vanuit thuis moet runnen met daarop een als een toonbankinstelling, dus als een detailist waarop staat u bent van harte welkom tussen 9 en 5. Nee, maar voor het maken van een afspraak om een pakketje op te halen of wat dan ook, moet dat geen probleem zijn. En als het succes daar is, dan zal die webwinkelier van thuis uit vanzelf uit het huis groeien. Want dat kan, de zolderkamer is maar zo groot als die groot is en de garage is ook maar zo groot als die groot is. Dus dan, maar dan moet er wel ruimte zijn voor die webwinkelier om door te groeien naar dat bedrijventerrein, waar die vervolgens niet welkom is. Dus we hebben hier wel degelijk een groot probleem bij de hand. En we vinden dat wij, in ieder geval als belangenvereniging, maar goed, daar zou ik Ed ook op aanspreken, in Politiek Den Haag, moeten voor zorg dragen dat we voor die belangen van die kleine webwinkelier opkomen. Meneer Nijpels, vanuit wetgeving in Nederland, kijkend naar Europa, je ziet nu een aantal ontwikkelingen op het gebied van privacy met cookies en in Duitsland een hele discussie over Google Analytics en wat ze allemaal al niet weten en of dat nog wel überhaupt gebruikt mag worden. Hoe ziet u de ontwikkeling op het gebied van privacy en internet binnen Europa? Nou, het is duidelijk dat, en als het gaat om de privacy, maar ook als het gaat om de consumentenbescherming, dat de regels steeds strenger zullen worden. Duitsland is het grote voorbeeld. Hè. Daar kent ongeveer de strengste consumentenbescherming. Duitsland heeft heel veel invloed binnen de Europese gemeenschap. Het ligt dus voor de hand om ervan uit te gaan dat de Europese regelgeving alleen maar scherper zal worden op dit terrein. We moeten afwachten wat de ICT-agenda van Nelly Kroes precies gaat opleveren. Die discussie gaat er komen binnen de Europese Commissie, dan ook binnen het Europees Parlement. Maar de tendens is heel duidelijk een veel verdergaande bescherming van de consumenten en verdergaande regels als het gaat om de privacy. Bent u echt bang dat er wetgeving komt die e-commerce gaat schaden? Nou, die gaat schaden. E-commerce, zullen wij zorgen dat zowel in Nederland als in Europa, gezamenlijk met andere thuiswinkelorganisaties in andere Europese landen, dat we onze belangen daar goed behartigen. Dat is één. Ik denk dat je er gewoon rekening mee hebt te houden. Want die regelgeving, op een gegeven moment wordt die vastgesteld door het Europese parlement. En dan zul je daarmee hebben moeten leren leven. Dus je moet nooit tegen windmolens gaan vechten. We moeten wel opkomen voor onze belangen. En we moeten ook excessen bestrijden. Dat doen we in Nederland soms. Als er te zware eisen worden gesteld, bijvoorbeeld door de consumentenautoriteit aan de website van onze leden. En dat zullen we ook op Europees niveau doen. Maar het is gewoon goed om je te realiseren als webbedrijven dat de regelgeving op dit punt zal worden aangescherpt. Nou, interessant Martijn. Is dat blijkbaar de privacyregelgeving of anti-spam-wetgeving effect heeft gehad. Want afgelopen jaar is voor het eerst de hoeveelheid spam gedaald op internet. Dat is interessant. Nou, de spamfilters worden ook steeds beter. Een pain in the arse voor iedere webwinkelier die iets over de grens wil gaan doen is de BTW-wetgeving. En eigenlijk de niet volledig geïmplementeerde Bolkestein-richtlijn. Die had een prachtige e-commerce-richtlijn. Dat ging enerzijds over diensten, maar er stond ook heel hard in, het gaat ook over producten. Dus als u online aan de consumentenmarkt iets verkoopt en u werkt vanuit Nederland en u verkoopt iets aan Portugal,
dan zou de Nederlandse BTW van toepassing zijn, want u bent hier gevestigd. Dat, zoiets, dat was de doelstelling van die richtlijn. Nu blijkt in nationale wetgevingen dat het woord product vaak geschrapt is en dat het dan vooral over diensten gaat. Dus dan krijg je een uiterst schimmige situatie dat software downloads en muziek downloads vanuit Nederland, ja, die gelden dan, hè, die gaan dan onder de Nederlandse BTW. Maar op het moment als er een mp3-speler bij verkocht wordt, dan moet, en dat gaat boven een bepaald volume, zeg 100.000 euro naar Portugal, dan moet er opeens de Portugese BTW worden afgedragen. Nou, dat is natuurlijk een crime qua administratie. Dank. Jan? Ja, we ondersteunen de digitale agenda van Nelly Kroes helemaal. En die ligt daar sinds 1 jaar. Zelf ben ik lid van een onderneming waar Nessie, waar wij in software as a service ondersteunen de nieuwe wetregeling. En dat is heel belangrijk dat dit wordt gevolgd. In Amerika zijn ze veel verder in dit. Maar daar hebben ze ook een heel grotere markt. En de BTW-regeling is daar heel anders in alle staten. De ervaring hebben we meegemaakt. Dat moet ingebouwd worden in de software. En onze SaaS-diensten is daar klaar voor. Maar je moet, moet naar de helpen, deze instanties, wat zij moeten verwetten opzetten. En daar kan de EU alleen doen. Dat kunnen we niet in Nederland doen, of niet in Portugal, of niet in Zweden. Daar moet een centrale wet komen. En daarom is de digitale agenda heel belangrijk voor de toekomst, zodat we dit kunnen groeien in 1 economie samen in Europa. En e-commerce is daar heel belangrijk voor. En ik denk dat wij absoluut daar klaar voor zijn. En de toekomst gaat dat zien. De grootste uitdaging wat we ook heeft is de talen. De verschillende talen en de mogelijkheden hoe we dat kan opzetten in een multi-channel omgeving. En daar heeft Amerika alleen Spaans en Amerikaans. En hier in Europa hebben we veel meer issues daarmee. Maar dat hebben EU ook goed opgelost. En jarenlang hebben we dat kunnen doen in het parlement. Daar hebben ze fantastische softwareprogramma's gebouwd. En ik ben overtuigd dat we daar hier samen dit kan oplossen. Dit is niet echt heel groot. Dat moet alleen meer software gebouwd worden. En dat is wat wij aan goed in zijn, denk ik. Martijn. Dank. Ik wil nog één discussiepunt aansnijden voor het panel en dan het publiek nog de kans geven om vragen te stellen. Wijnand, je noemde er net dat social commerce echt opkomend is. Waar moet ik nou aandelen kopen? Facebook, Groupon, Google? Wat wordt de grote partij van de toekomst? Nou, is dat in ieder geval niet in Hives, zou ik zeggen. Ja, dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik denk wie dat weet, die mag het zeggen, dan ga ik met je mee. Duidelijk is het natuurlijk gewoon dat we aan het begin staan van die hele ontwikkeling. En ik denk dat je gewoon daar heel vroeg bij moet zijn. Dat je het aan alle kanten moet volgen, dat je het ook gewoon maar moet doen. Hè. Je moet toch gewoon maar ervaren en experimenteren. Dat doen we zelf eigenlijk ook allemaal. Ervaar het gewoon, beleef het gewoon. Kijk vanuit de optiek van een zakelijk perspectief, anderzijds vanuit het perspectief van de consument. En dan de juiste keuzes maken. Als ik ze wist, dan zou ik ze zeggen, maar ik weet het ook niet. Dank je. Andere, Jan, jij was geloof ik Apple-fan? Over Facebook of Google? Ja, nou, ik denk dat dat drie soorten bewegingen zijn. Dat is Facebook is wel heel belangrijk voor de community. Je hebt meer trust in je eigen vrienden. Wat hebben zij gekocht? Is dat goed? Vindt u het goed? Dan kunnen meer vragen gesteld worden. Meer vertrouwen in wat er is. En dan je search op Google. En dan de beste, de goedkoopste komt naar voren. Of die dan meest geïnvesteerd voor een klik naar boven komt. En de andere is natuurlijk affiliate marketing. Wat helemaal onderuit gaan in deze situatie. Nou, dit bewijst ook hoe snel het internet beweegt. Wie had gedacht dat Google dan minder hits zullen hebben dan Facebook 1 jaar geleden? Nou, ik niet in ieder geval. Maar dat gebeurt gewoon. En dat is een beweging op internet. Dat is meer te maken met de traffic. Wie krijgt de meeste media-aandacht op internet? En op dit moment is social media heel hoop tot. Wat is de volgende stap? Dat is meer een vraag. Martijn? Ik zou geen aandelen kopen in Facebook en ook niet bijkopen in Google. Ik vind die aandelen gewoon veel te duur. En de snelle opkomst van Facebook en nu inmiddels Groupon, die beweert in de beginjaren veel sneller omzet te hebben opgebouwd dan Facebook en Google, bewijst dat we richting flash business gaan.
Dus ik denk dat voordat je het weet is Facebook alweer achterhaald. Net zoals Yahoo. Hè. Yahoo was eerst de grote portal en toen werd het Google. En nu Facebook, een sociale laag eroverheen. Bladibladibla. En dan komt er weer een nieuwe en alles werkt. Maar ja, over een paar jaar kan er weer een hele andere zijn. Dus het maakt het ook heel leuk als ondernemer dat je misschien echt een lucky shot kunt hebben. Maar ik denk dat het ook dus belangrijk is als ondernemer om te gaan kijken wat zijn de lange termijn ontwikkelingen en hoe kan ik me op de basisdiensten richten of zaken die blijven in plaats van dingen die gewoon het ene jaar pieken. De Vuvuzela download die gewoon even gedurende de WK hartstikke succesvol is en voor de initiatiefnemers goed geld in het laadje hebben gebracht. Dus ook natuurlijk even een flash business, zeg maar. Daarna is de business over, is het weg. Er zijn ook mensen die daar natuurlijk heel goed in zijn en heel getalenteerd. Maar ik zou dus geen aandelen in Groupon, nog Google, nog Facebook kopen. Ik denk dat je, voordat je het weet, zijn die aandelen alweer 0 euro waard. Dankjewel. Dat is toch mooi om te zien dat de thuiswinkelorganisatie in ieder geval al jaren een stabiele factor is in het internetlandschap. Meneer Nijpels? Ja, ik zou ook graag een antwoord willen geven op je vraag. Ik las van de week dat de 10 miljardste app in de App Store is gedownload. Ik las tegelijkertijd ook dat 80% van de apps maar 1 of 2 keer worden gebruikt. Met andere woorden, mensen downloaden ze en vervolgens bergen ze op in je archief en gebruiken ze niet meer. Kortom, het is dus heel erg onvoorspelbaar. Waar ik me altijd aan vastknoop is aan een mooie uitspraak van Bill Gates. Die ooit eens heeft gezegd bij de presentatie van een van zijn jaarverslagen. Als je denkt dat je de ontwikkeling op internet, als je die kunt voorspellen op een termijn van 2 jaar, dan ben je buitengewoon slim. Als je dat kunt voorspellen op een termijn van 3 jaar, dan ben je briljant. Als je denkt dat je kunt voorspellen op een termijn van 4 jaar, dan ben je gek. En daar knoop ik me altijd maar aan vast. Het is denk ik volledig onvoorspelbaar. Van over hoe over 4 jaar de wereld eruit gaat zien op dit terrein.